Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe Fortnite video. En dit zeg ik nog met een halve volle mond met een koekje erin. Ik ben gewoon de lul. Ik ben dood. Ik kom al richting jou kruipen, maar ik denk dat ik word doodgeschoten. Eentje zit hier. Doei. Oh mijn god, Roy, wat heb je daar zojuist gedaan? Zag je dat? Oh mijn god. Zag je dat? Ik zag het. Deze, je beamde hem hard, jongen. Deze guy werd zo hard zo, hij werd echt hey, maar dit is wel even die Dream Team! Zo is het, zo is het. Wow. Het gaat helemaal goed komen. Oh my god. Let's fucking go, Roy. Jij bent de man. Jij bent de man, Roy. Kom op, man. Laat je niet gek maken. Ja, volgens de statistics zouden we nu een Victory Royale moeten halen. Want dan hebben we twee Victory Royales en twee gewoon leuke potjes, maar niet gewonnen. Dus ja, als Roy mij terugkoopt, dan sta ik bij hem in het krijt. Het was ook echt een slechte voorbereiding van mij. Ik zat nog half een koekje naar binnen te werken. Misschien hoorde je het. Ik was bang dat allemaal shit hier op mijn muismat zou vallen uit mijn mond. Nee, maar, het komt helemaal goed, maat. Het komt helemaal goed. Oké, er zit hier in de buurt in ieder geval een terugbuy ding. Ja. Daar ga ik nu gelijk heen. Oh, iemand achter je? Ja, vanuit... Oeh. Hey joh. Wordt je wel moeilijk gemaakt? Het wordt me wel lastig gemaakt. Maar dit is jouw moment to shine. Je kan ook ergens anders naar terug... Je kan ook naar deze gaan, op de brug. Oh, hij is hier, hij is hier. Hij loopt hoog. Nu gaat alles omhoog. Alles omhoog. Let's fucking go, Roy! Oh. Kom op! Oh mijn god, gast. Wat is dit allemaal voor chaos? Ik zou de andere kant op gaan. Daar zijn mensen, zoals je hoort. Ik, ja. Ik heb getagd waar je heen kan. Ja, daar. Holy moly. Die nemen we mee. Die nemen we nog mee. Oké, ja, ik ga die kant op, ja? Let's do this. Oi, oi, oi. Staat die motor rechts meteen? Nee, ja. Nee, jammer. Nee. Soms staat er wel zo'n motor. Dat was chill geweest. Oh my god. Movements. Bro, ga niet looten, wat doe je? Kom maar terug, bro! Ja, ik dacht, misschien even een betere shotgun. Want dit ding is echt drama. Maar goed, helaas geen betere shotgun. Ja, daar staat daar een auto inderdaad. Oi, 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 Roy, je saved mijn ass hier wel eventjes, hoor. Hé, hey, maar we doen het samen. Oh, er loopt daar een banaan. Verderop naast achter de tankstation, zie je? Ik zou heel verwachten totdat hij een beetje weg is. Waar zag jij hem dan? Hij heeft jou sowieso niet gezien. Bij tankstation. Okay. Hij is verderop, hij is weggerend. Oké. Hij is 100% weggerend. Zag jullie dat ook, kijkers? Het was echt in één keer een banaan in het wild. Oh, maar deze plek is ook zo risky eigenlijk. Ja, maar goed. Klopt. Ja, ik vind Let's sowieso go! Reboot vind ik altijd risky, altijd. Ja, gast, echt. Altijd je adem inhouden gewoon. Zo, hier is meteen een hamer. Hier is een zieke fight geweest. Oh, dit is chill. Ik heb slurpees, alles. Oh, ik heb zo'n auto-perk. Oh, sick. Oh, dan moeten we eigenlijk gewoon even die auto pakken waar ik net langs liep, weet je nog? Ja, laten we dat doen. Oeh, treasure map. Oh. Die doe ik wel. Kom, we gaan naar de treasure map en dan kunnen we deze vrachtwagen pakken. Ja. Kom je wel ophalen. Let's go, man. Let's go. Zijn we helemaal zo, terug. Dat ding is wel een buffelmobiel, hè? Ja, zeker. Oké, we moeten meer daarheen. Oké, alsjeblieft, laat dit gewoon echt een legendary schatkist zijn. Er is nu zo'n serie online gekomen op Netflix. En dat gaat over een groep mensen die gewoon helemaal in de ban zijn van piratengoud. Er schijnt dus voor echt van 650 miljoen of zo, schijnt er ooit... ja, dan moet ik het wel goed vertellen. Oeh, hele goede shot. Ja, die zag je, hè? Lekker, ja, die zag ik. En nu schijnt het dus voor iets van 650 miljoen... schijnt er piratengoud gedumpt te zijn in een soort van ijzeren blikken. En die zou nog ergens begraven zijn of zo. En op Adak Island. Ik heb hem gezien. Heb je hem gezien, ja? Ja, man. Kapitein Dwarkstof bedoel je toch? In 1890 of zo? Je noemt nu termen op, ik heb geen idee, maar ik geloof je meteen. Ja, man. Nou, die is echt super sick. Ik heb die helemaal gekeken. Ja, heb je ook die serie gezien van die guy die dat, niet goud, maar allemaal brons had verstopt? Die Kapitein Droogkloot heette die. Kapitein Droogkloot. Oh, hier zijn mensen, hier zijn mensen! Hé, hey, hij slaat ons.
Hij is dokt. Oh. Oh. Oké. Okay. Geen dit probleem, bro. Geen jij. Probleem. Dit heb jij. Die andere is nog. Dit is one for one. Dit is one for one. Tuurlijk heb ik dit. In de lucht. Oh! Ja, let's go! Let's go, it's man! Jongen. Let's go! Holy shit! Oh, gast. Boom! Nee, maar oké, okay, dat kapitein drooggeloot was onzin. Maar heb jij alle afleveringen al gezien? Ja, man. Ik heb hem al helemaal gezien. Het is echt de moeite waard. Geen grap. Oh, we worden beschoten! Oh! Ik moet nog alles reloaden, help! Oh my days. Oh, dood. Oh, dit meen je gewoon niet. Geen nee. Probleem, we doen gewoon een nieuw potje. Maar nu ben ik wel benieuwd. Het is dus een serie op Netflix. En ze hebben dus goud verstopt. Tenminste, die piraat vroeger of zo. Want ze hebben heel veel lopen plunderen. Ja, en voor de rest weet ik het niet. Ik heb alleen die trailer gezien. Maar ik zat te twijfelen of ik hem moest kijken. Maar ik ben blij dat jij hem hebt gekeken. Aanraden. Het is de moeite waard. Echt een aanrader. Zeker, zeker. Ja, dit is, het verhaal gaat dus dat die kapitein Dwarkstof, met zijn schip is hij naar een eiland afgereisd. Ik weet even niet meer welk eiland. En daar heeft hij een bank beroofd en al het geld meegenomen. En toen kwamen er allemaal schepen achter hem aan. Dus hij is snel gaan peren met zijn piratenschip naar Adak Island. En daar heeft hij toen het geld op het schip hebben ze allemaal verstopt in allemaal potjes. En die potjes zijn ze gaan begraven over dat hele eiland heen, zeg maar. En toen, tijdens Pearl Harbor... En nu ga ik echt in op de details, hoor. Ja, dat is toen goed. Is, toen heeft Japan dat eiland gebruikt om... belegeren als het ware. Dus daar zijn ze loopgraven gaan maken en dat soort dingen om zich voor te bereiden op de aanval op Amerika. Want die zaten natuurlijk op Hawaii, weet je? Met Pearl Harbor. En toen zijn er dus soldiers geweest die zijn zeg maar gaan graven. En toen kwamen ze dus eens zo'n potje tegen met echt daadwerkelijk dat goud erin. En ze, volgens mij zijn er nog wel meer gevonden. En toen dachten die gasten dus van, hey, dan gaan wij daar een keer zoeken. Alleen dat mocht al die tijd niet. Want de burgemeester had dat verboden. Ah. Ja, Adak Island, die gaan bijna failliet. Er wonen nog amper nog mensen en het is moeilijk om aan geld te komen. Toen heeft de burgemeester gezegd, we huren wat experts in, ga maar zoeken. En zoveel procent wordt van het eiland als je ook daadwerkelijk een schat vindt. Holy shit, dat is wel echt interessant. Want eigenlijk die burgemeester heeft gewoon een goede deal gesloten. Exact. Die heeft gewoon bijvoorbeeld gezegd, oké, 50-50, helft voor het eiland, helft voor jou. Ja, stel voor je vindt zo'n potje en het heeft een waarde van 10 miljoen, dan is het... Ja, honderden miljoenen. Honderden miljoenen schijnt waard te zijn. Ja, als je eens zo'n potje vindt. Nee, de totale treasury wat er ligt. Ja, de totale, volgens mij... 500 miljoen te zijn. Ja, of zo, 650, miljoen. Zoiets. Ja, kan ik me herinneren? Vast. Ja, bizar, man. Holy moly. Ja, vet moly. Verhaal, hè. Ik hou ook van die mythes en zo, man. Ik ben daar heel erg van. Ja, daarom ben ik ook zo fan van Spider-Man. En na die serie wilde ik gelijk een metaaldetector aanschaffen, weet je wel. Dan heb ik het zoeken. Roy stopt YouTube-carrière en gaat metaaldetecten. Ja, zie je hem al lopen met zo'n dikke gaming headset op en dan zo'n metaaldetector. Nou, het is wel zo dat Milan die heeft zo'n metaaldetector-ding. En ik heb dat een keertje gedaan met hem en het is wel echt super interessant. Ja, dat weet ik wel zeker. Oh, damn. Oké, bro. Ik ga jouw kasteel in. Bro, ik heb een shotgun. Ik heb alles, bro. Alles. Oké. Okay. Nou, dat is maar goed ook, want er zijn allemaal mensen hier. Er zijn er echt veel. Oké. Okay. Waar dood. Is hier? Dankjewel. Hier, wat wil jij dan, gek? Wat wil Lekker! Jij dan, gek? Oprotten, man. Hoppakee, oprotten met die camera. Even kijken, doe mij eens even die hamer. Hoppa, zo, dankjewel. Nice. Dankjewel. Oké, ik heb sowieso hier minis voor je als je wil. Oh, sick, ja. Want ik heb een big pot, dus dat is helemaal top. En ik heb ook een big pot. Hey, ja, maar dat lekker. Zijn inderdaad wel interessante dingen. Want het is wel echt bizar hoe ongelooflijk veel tijd en moeite en onderzoek er naartoe gaat. En stel voor, en dat is natuurlijk de nachtmerrie, stel voor je vindt niks. Yup. Ja, ik ga niet natuurlijk het einde spoilen. Want nee, dus moet je ook zeker niet doen. Ja, ik ga het zeker maar, kijken. Maar ze hebben echt hun best gedaan om het te vinden, zeg maar. dat kan ik je wel verzekeren. Want ik heb ook iets anders gezien en dat was laatst op het nieuws. Dat heeft niks met die serie of zo te maken, maar dat was laatst op het nieuws. Ik heb dus ook gezien dat er iets in Amerika was of zo, in de rivier. En dat dus nu allemaal schatgravers ook daar gewoon wanhopig heen gingen om... om dus schatten te vinden. Maar dat was dus... Echt? Dat had dus niet te maken met goud in blikjes en dan ondergrond. Maar dat had te maken met dat er ooit iets van
een piratenboot of iets van iets anders. Dat was ooit gezonken. En dat zou dus op de bodem liggen. Oh, damn. Oh, ja. Dat heb ik niet, dat heb ik nog niet gehoord. Ja, dat was laatst op het nieuws. Dus daar heb ik niks van meegekregen. Zullen we de schat gaan zoeken? Want ik heb ook een schat. Ja. Het is wel bijzonder dat ik die krijg als perk. Nu we het erover hebben. Let's do it. Heb je een metaaldetector bij je? Of, Ja, zo'n headset inderdaad. Piep, 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 piep. Ah, ik was laatst een video aan het opnemen op het strand. En toen was er ook iemand bezig. Gewoon helemaal in zijn eentje. Het was... Oh. Geen eens. Hier zit er eentje. Sorry hoor dat ik je onderbreek, maar hier loopt een duo. Okay, vind je het goed als ik gewoon doorren naar. Ja, ja, alleen ik zit nu zeg maar tussen dat duo in. Okay, ik ga even snel naar die schat en dan. Ja, ik heb mijn ogen op die schat, Roy. Ik kan niet meer. Ja, precies. Ik snap het. Ik snap het. Ik kan mijn ogen niet meer vanaf houden. Eyes on the prize. Yes. Kom mij toe. Maar dat is. Dus achter ons is gereboot. Hier liggen Chuck Splash trouwens, als je wil. Maar dat is wel bizar, is dat die kerel die was zo aan metaal detecten. Maar dat gebeurt best wel lang al in Nederland. Voornamelijk op het strand bijvoorbeeld van Scheveningen als de zomer is geweest. Omdat heel veel mensen, ook bijvoorbeeld trouwringen en zo, dat kan gewoon allemaal verloren gaan, hè? Yup, ja. Tijdens nou, oprecht, zwemmen en zo. Lijkt me ook gewoon echt mega interessant wat je allemaal tegen kan komen. Ja, Oké, ze komen achter ons aan met hamers, pas op. Dat denk ik ook, ja. Yup. Zij hebben high ground, dus dit wordt een beetje lastig. Ja, ik zit hier vast. Onk, weg. Kijken we. Oh ja, doei. Ze zitten daarachter inderdaad. Oh. We kunnen gewoon op dit huisje blijven. Zij verwachten niet dat wij hier blijven, dus als we onszelf niet laten zien, dan straks in één keer. Ja, bij deze. Ze willen ons heel graag killen. Oh ja, er staat ze een ander team boven. Ze zitten ook naar beneden te schieten. Yep. Hier, zijn hier. Voor ons. Schiet hem. White. Ja, yeah, there you go. Oké, die is doodgeschoten door het andere team. Oké. Daar komen nu, man. Ze komen. Oh, ik word al beschoten. Ik ben al hard beschoten. Iemand heeft een DMR. Ik ga weg. Ja, ik ga weg. Ik zou weggaan, man. Holy shit, gast. Oké. Ik neem big pots in. Zo, deze gasten, ik heb ook maar vier kogels voor mijn shotgun. Dat is echt naar. Hey, volgens mij wordt hij weer beschoten door iemand anders. Oké. Hij hamert weer, hoor. Ja, hij hamert weg, hij hamert weg. Een ander team. Ja? Laten we, ook, laten we naar het kasteel gaan. Laten we naar het kasteel gaan. Cool. En zo, heb jij shotgun bullets voor mij toevallig? Wat heb je nodig? Shotgun bullets. Ja, kom maar hierboven. Oké. Wee! Even kijken. Alsjeblieft. Toppie, kom omhoog. Lekker. Oef. Oh, beter, man. Vind jij zo'n bot nou chill in Fortnite of niet? Nee. Ik vind het eigenlijk niet heel chill. Oh. Het praat namelijk ook meer met waar je bent. Maar je kan wel een commando geven dat hij je gaat resten. Echt? Ja, serieus. Ja, heel veel mensen weten dat niet. Oké, dat wist ik niet, man. Ik ga hem wel inhuren. Misschien krijgen jullie het nog te zien als ik doodga en ik heb een rest nodig. Maar je kan serieus gerest worden door je bot. Oh, dat is serieus wel echt heel sick. En ik wist dus helemaal niet dat je dat op commando kon doen. Maar je kan dus serieus vertellen aan je bot wat hij moet doen. Dus je kan ook vertellen dat hij ergens heen moet lopen of moet staan. Oh, dat is serieus wel heel sick, ouwe. Ja, bizar. Heb je toevallig een sleutel of niet? Want je kan hier echt hele zieke loot halen. Nee, ik heb geen sleutel, man. Maar goed, dat schat zoeken en zo, dat is echt mega interessant, man. Dat, ja. Het is gewoon ook een stukje geschiedenis wat je opgraaft. Alleen is het wel zo dat ik vaker heb gehoord dat je allemaal van die... Oh, iemand loopt daar. Oh, dat is een scooter. Let's go, ik ga met je mee. Oh, er kwam er net iemand omhoog. Hier beneden. Dit zijn die gasten. Oh, achter mij. Oh, hij is mijn shot. Oké, ik kom met jou mee. Oh, ze zijn zo zwaar gehit, ouwe. Waar zijn ze? Oh, ze gaan naar boven. Mijn bot gaat naar boven. What the fuck? Oh, achter mij. Wat de hel? Ik word gehit achter mij. Ik zoek jou. Oh, je bent hier. Okay. Oh ja, ik zie ze daar. Ik heb ze gehit een paar keer. Oh, ik ben zelf ook... Wat? Wat gebeurt hier allemaal? Waar zijn die gasten dan? Zitten ze in het bosje? Wat doet mijn bot ook? Ja, die is echt helemaal gek. Ja. Ja. Oh, zijn hier beneden, jou, zijn man. Hier beneden. Jou. Ja. Hier, bro. Wat is er, bro? Oké, eentje heb ik down. Maar volgens mij was dat een bot, eerlijk gezegd. Bot of niet? Hij is gefinished. Dat is mijn bot weer. Die gasten komen jou nog halen, man. Die bot gaat de hele tijd op dat ding.
Oh, ze zijn aan het vechten daar. Kan je mijn commando geven dat hij daarmee stopt? Of, Nee. Oh. Hij blijft maar doorgaan. Kap is, jongen. Ja, en niet normaal. Niet normaal. Ik denk ook de hele tijd dat het een enemy is, weet je wel. Even kijken. Hier, wait. Kijk. Zie je? Ja, ik heb hem gestopt. Zit in het huis. Zullen we daarin gaan? Welk huis? Dat huis die ik nu heb gepinkt. Ja, die rode. Ja? Ja, daar zitten ze in inderdaad. Ik zit gewoon even te schieten op afstand. Maar ik heb nu mijn bot gewoon commando gegeven om te wachten. En dat doet hij. Oké. Zo, ik ga dat niet redden. Ik heb daar geen goed genoeg wapen voor. Close range kunnen ze wel pakken, toch? Ja, dat zijn wel goede guys, denk ik dit. Of goede girls. Ja, maar... Hey, shout-out naar mijn game girls. Wij pakken ze gewoon vast. Easy. Ik ga weer even tegen mijn bot zeggen dat hij mee kan. Maar wat is dit? Hij zit daar op het dak. Zie je hem? Oh, ze worden beschoten van achter. Nu moeten we gaan. Third party. Ja, ik zie het. Ik kom eraan. Wee. Fucking hell, 161 hit. Ik heb er eentje knocked. Ja, nice. Kom naar mij kruipen. Ja, kom eraan. Ja. Even kijken. Oké, als ik hier over het heuveltje heen kan, dan ben ik safe. Au. Ja, dit is zo dom voor mij. Wauw. Ik zat mijn bot instructies te geven en ik werd gewoon in mijn rug geschoten. Ja, kan gebeuren. Ja. Ik zat serieus te kijken wat er stond, wat ik mijn bot als instructie moest geven. Dit was zo dom. Die bot was echt... Het bevestigt wel een beetje wat ik zei. Hij was alleen maar aan het kloten, dat ding. Oh, hij was alleen maar op de kabelbaan aan het gaan heen en weer. Oké. Weet je wat het is? We doen nog één potje, maar ik ga niks meer met bots doen. Is goed, let's go. Laat maar zitten. Daar gaan we, dames en heren. De favoriete plek van mij en Roy is hier zo links van Slappy Shores. Omdat je gewoon meteen een... Oeh, nice. Omdat je gewoon meteen een heel erg mooie hamertje kan kopen, deze guy. Yep. Kijk. I got it. Nice. Oh, ik heb op ongeluk 2 gekocht. Maakt niet uit. Ik heb hier in ieder geval een big pot. En we gaan nu wel gewoon voor de actie. Ja. Non-stop. Dus snel looten en dan gaan we er vandoor. Want al helemaal nu lopen we gewoon echt zwaar voor met items, omdat we gewoon die hamers hebben. Kijk, minis. Ik moet eigenlijk alleen nog een shot kunnen dan... Ja, oh, ik dacht dat ik een paarse thunder shot kunnen had. Maar is nog blij mee. Het is zo'n paarse Maverick. Oh, en een groene pistool. Ja, ik ben ready. Oké, laten we erheen gaan. Naar het tankstation. Let's go. Ja. Hoppakee. Oké, bro, ik heb deze voor jou. Een paarse Maverick als je nog wil. Is hier iemand? Kom naar je toe. Boom! Ja, verdomme man. Boom! Ik heb hem wel. Ja? Ja, ik heb hem. Let's go, bro. Dat was de paashaas. Goeie kill. Hier kan je nog zo'n dingetje slopen voor AP. Pak even een slurpie. Oh, die andere is daar verderop. Ja, dat was sowieso een bot, denk ik. Riboflavin, what the fuck. Oké, laten we meteen deze pakken. Die heeft van die, die heeft zo'n ding voor. Goed, let's go. Oké, valt die alleen spits. Maar go-go gadgets gewoon. Ja, ik zie schoot rechts. Ja, same. Oké, ik ga je gewoon doorheen dan ook. Nou, dan ben ik er ook gewoon klaar mee ook, weet je wel. Oh, hier zit iemand. Hier. Maat, hoe hard hit jij mij? Ja, dat sloeg echt helemaal nergens op. Waar is die? Ja, daarachter. Hij hield. Ik kreeg een heal indicator. Oké, zijn maatje is hier nu ook. Oh, gaat mij nu finishen? Ja, ik ben dood. Oh, goeie hit. What the fuck? Zag je dat? Ja, wat was dat, gast? Komt goed. Yes. Je kan die box nog openen eventueel, voor healing. Tegen het gebouwtje aan. Links. Hallo. Zo, lekker man. Nice.
Nice. Ja, we even mijn bunkertje hier zo. Ja, precies. Lekker. Oké. Okay. Oh, wat is zo'n wapen ook sterk, hè? Niet normaal, hè? Wow, joh. Belachelijk sterk. Oh! Ja, die wordt van jou. Die is klaar. Die is hartstikke klaar. Doei. Hoppakee. Je gaat lekker, maat. Ja, bezig. Toch? Ja, nou, zeker. Mijn reboot heb je nog genoeg de tijd, hoor. 165 seconden, volgens mij is... Oh. Oeh, die game. Oké, laat inderdaad de shield even recoveren. Oh, die Enzo, jongen. Hé, hey, dit zijn die, die niet aardige jongens die mij hebben gekild. Dit heb jij Enzo. Oh, dit is nog veel slimmer. Yo, Enzo, gast. Wat ben je aan het doen? Ik weet het ook niet, gast. Holy damn, bro. Ik heb ook geen idee wat ik aan het doen ben. Ik heb de bank beroven. Oké, voor mijn reboot heb je nog 65 seconden. Dus alle tijd. Alle tijd. You're chilling. En weg is hij. Boom. Oké, hier zijn reboot. Of hier. Deze is misschien nog wel slimmer. Holy shit, gast. Insane, ouwe. Volgens mij komen ze zelfs nog achter me aan, hè. Ja. Dat zou heel goed kunnen. Holy shit, gast. Oh, man, wat een gestres. Pak deze maar. Eentje verder nog. Ja, eentje verder, hè? Ja. Ja, even just to be sure, bro. Zijn ze aan het schieten. Oh, dan zou ik het niet doen. Dan zou ik deze pakken. Dan zou ik gewoon aan de rechterkant van die van gaan zitten. Met een hamer in mijn handen. Exacto. Oh my god. Als je dit poelt, insane gespeeld. Ik kan niet anders zeggen dan dat. Dankjewel, bro. Wow. Maar zie je die één met die red-eye als valdrijf? Ik was gewoon aan het genieten, gast. Ja, niet normaal. Oh, bro. Fantastisch gedaan. Let's go. Dankjewel. Jezus, gast. Oké, ik zou zeggen, land gewoon lekker hier. Hier is nog niet geloot, zo te zien. Ja, let's go. Oké, even een kistje openmaken. Hier zit sowieso een pistool ook. Je had ammo ook zo voor mij? Een thunder shotgun. Ik heb wel een beetje ammo voor je. Ook een beetje deze. Zo. Thanks. Alsjeblieft. Ja, ik heb 18 shotgun, genoeg light, dus dat is goed. Light ammo bedoel ik dan. Ja, laten we hier gewoon even een beetje looten. Ja. Kijk, hier is allemaal een kistje. Oh, ik heb nice. Deze voor die je. Flesjes. Kijk, alsjeblieft. Of neem eerst dan een van deze. Oh, die heb je al genomen. Nice. Ja. Oh, hier is zo'n red eye assault rifle als je die wil. Ja, nice. Ja, perfect dit. Best wel een goede lootplek dit eigenlijk. Ja, dit is echt best wel sick hoor. Oh, hier is een grote pot. Die kan je nemen. Die gaat dan daar. Die gaat daar. Oh, hier is ook een shield keg. Die kan ook nog als je wil. Perks. Treasure map. Dat is even nice. Sick. Ja, dat is nice. Ja, dat is echt even heel sick. Oké, laten we die map gaan doen. Ja, die map is die kant op. Dat is best wel ver weg, hoor. Ja, laten we het wel doen. Want ik denk dat dat ons wel kan helpen naar de Victory Royale. Zeker. Oeh, nice. Eindelijk weer zo'n goede perk voor mijn pistol. Dat ja, welke die, heb je? Dat die magazine wat groter is. Oh, die is top. Ja, die is echt nice. Heel top. Ja, hij is hier. Kist. Nice, ik kom eraan. Whee! Oké. Ja. Oh, nou, daar ben ik niet zo blij mee. Nee, dit was niet geweldig. Nee. Zullen we hier high ground pakken? Want ik zie ze is nog goed? Steeds schieten daar. Ik heb nu ook zo'n AR, dus ik kan met je meeschieten. Ja, ze zijn hier tegenover. Zie je hem? 27 hit één keer. 28. Naar beneden. 30. Ook nog een keer 28. Zit in het bosje nu, hè? Niet. Ja, zit in het bosje. Oh, links van ons. Ja, dat is een bot die op mij schiet.
Ja, 83 op hem, links. Zij moeten uit de cirkel, dus... Wow, ouwe. 55. Holy damn. Oké, we moeten naar die kant, hij is in zijn eentje. Oh, hij is nu met z'n tweeën. Oh, zijn bij dat huis, zijn bij dat huis. Yep. Kom een beetje achter die steen hier. Ja. Ja, 173, we kunnen pushen. Zo, wat de fuck gebeurt er? Brandstorm, zie je ze? Ja. Eentje is hier beneden, hij is in zijn eentje. Ja, dankjewel. Knocked. Nice, die andere kunnen we hunten. Auwe, die bot. Hoeveel HP heeft zo'n ding? Ja, die andere heb ik. Jezus, hoeveel HP heeft zo'n bot, gast? Ja, die bot is kut, hè? Klopt. Dat slaat helemaal nergens op. Ja, ik weet het, man. Hier, neem deze in. Ik heb hier zo'n ding voor je. Neem ik die slurp nog even in. Zo, ik heb een legendary pistol, shotgun, assault rifle en één hamer. Lekker, man. Zo, maar er waren veel mensen daar links, hoor. We moeten echt even die high ground pakken. Niet normaal. Oké, ik ga even hier zo heen. Kunnen we daarna even die zipline pakken, de andere kant op? Ja, is goed. Ik ga... Oh, ik zie daar ook mensen. Die kant. Yo. We moeten even goed positioneren, eigenlijk. Ja, ik kan overal heen. Ik heb twee hamers, dus... Oké, laten we deze kant op gaan. Jo. Ja, ik denk toch meer naar rechts, eerlijk gezegd. Toch meer richting de ijs. Oh, hier ligt nog een shield keg. Die ga ik wel meenemen in plaats van één hamer. Hier nog een kistje. Ik kan nog even wat extra healing, weet je. Kijk, die is nice. Neem ik die wel mee. Ja, doen we het zo. Ja, we kunnen hier rechts gewoon de high ground pakken. Dus als we hier gewoon omhoog gaan. Ja. Ik denk dat dat wel een goede kans zijn. Let's go. Ik ga achter jou. Ik heb nu gewoon echt een goede loot, man. Dus dat is top. Alleen niet heel veel healing. Ik heb 6 minis, that's it. Okay, hier gingen we de vorige keer dood. Oh, ze zijn daar achter die steen, geloof ik. Oké. Ik zag iemand met die hamer. Ja, daarboven. Ja. Daar, hij rent daar. Ik zie hem. Kijk, de... Oh. 22 één keer. Nog steeds die kant op? Ja, hij zit daar nog steeds. Daaronder nu. Die kant. Wil je hem pushen of niet? Ja, is goed. Let's go. Oké. Oh, hij loopt hier. Hij gaat nu naar het huis. Ik zie hem. Ja, 27. Twee keer 22. Oké, laten we naar hem toe gaan. Kan je me één keer slaan? Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Oh, rechts loopt ze duomaat. Hij is hier op het dak. Hij was hier op het dak. Hij is nu bij mij. Ja. Lekker. Ik heb hem. Oh mijn god, wat heb ik gefinished als een duomaat. Oh nee, nog niet eens. Iemand helemaal ver weg is dan gewoon. Nee, ja, zo ik heb zijn. Hem. Lekker, topper. Oké, die andere staat heel ver weg, dus je kan makkelijk resten. Echt letterlijk gewoon 300 meter verderop. Kom maar aan. Oh, irritante gasten, joh. Oh, ze komen eraan. Kan je ze zien? Nee. Oh, jawel, nu. Achter je, maar ze zien jou niet. Gewoon lekker blijven zitten. Hij zit op het dak, op die dakrand. Ik neem snel die slurp in. En dan pak ik die chuck splash. Holy shit, gast. Chuck splash, alsjeblieft. Oké, here we go. Hij schiet op mij. Zo. Oh, mijn god. Oh, yo. Ik heb minis voor je. Top. Ze komen. Huh, hoe kan hij mij hitten? Ik haal maar weg. Oh nee, maar dan sla je mij... Gaat het goed. Gaat het goed? Ik ben misschien dood. Ik weet het niet zeker. Nee, ik ben niet dood. Holy shit. Hoe kan ik niet dood zijn? Holy fucking shit. Oh, hou nou eens op, jongen. Nee, je moet weg daar, hoor. We moeten naar dat huis, denk ik. Gasten komen naar ons toe. Ik zit hier safe. In een huisje. Nee, wat? Bro, jij bent echt... Oh mijn god. Wacht. Ze zien me niet. Open zo'n ding, dan krijg je healing uit. Ja. Mensen, dit ga jij doen. Dit is helemaal jouw potje, bro. Je bent insane. Holy shit, bro. Oh, dit ga je doen. 9 life. Dit kan makkelijk. Makkelijk? Jawel, dat kan jij. Tuurlijk. Dat kan jij, gast. Oh my god. Misschien kan ik wel iets grappigs doen met die Kamehameha. Ja. Ik zou wel healing meenemen, bro. Je hebt nu geen healing bij je. Nee, wacht even.
Oh, ze zit in dat huisje, ja. Ze zit in dat huisje. Bim! Yes! Ja! Let's go! Let's go! Holy shit. Oh mijn god. Ja, dat was die nerd die mij killde met zijn... Oh ja, ik leg het straks wel uit. Oké, ben je er klaar voor? Ja, nog één. Gooi hem op zijn bek. Gooi hem op zijn bek! Ja, tot ziens! Five alive. Ik rij lekker in mijn John Deere. Da. Vier life, Enzo. 4 life. Oh mijn god. Jammer! Oh, Roy! Wow, wat een game, gast! Oh my god, dude! Jeetje. Wow. Oh my god, het was me nog bijna gelukt ook. Oh, die Kamehameha was zo mooi. Oh, yeah. Wil jij nog wel even weten hoe ik dood ging, bro? Ja, laat maar weten. Ik kwam dat huisje inlopen. Ja. Die gasten zaten boven op een dak, allebei een RPG. En ze schieten 2 RPG's tegelijk op mijn dak. Ik ging dood. Ja, serieus. Oh echt, my god. Ik kon knipperen met mijn ogen, ik was knocked. Dit was bizar. Dit was echt bizar. Heel erg bedankt allemaal voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het tof. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Check het kanaal van Roy. En zien we jullie snel weer bij een nieuwe video. Peace.